Een intensieve samenwerking tussen de stadsregio Arnhem-Nijmegen, de gemeente Arnhem, Breng Connection en de koninklijke burger Zoel heeft ervoor gezorgd dat er op woensdag 29 mei op een ludieke wijze een nieuwe eindpuntvoorziening voor buschauffeurs is gekomen. Bij de hoofdingang van het Arnhemse dierenpark Koninklijke Burger Zoo hebben de buschauffeurs nu de mogelijkheid om even te rusten. Nou, Burg Zoo is gelukkig verbonden met het trolleynet in Arnhem. Die verbinding is beter geworden. Dus in plaats van 2 keer per uur krijgen we nu 4 keer per uur de bus. De bus rijdt ook veel langer, van 6:30 tot 1:30. Dus die voorzieningen zijn perfect geworden. Maar we wilden ook heel graag ons voorplein aanpassen voor ons 100-jarig bestaan. Nou, toen we daarmee bezig waren met die aanpassing van het voorplein, toen zei men vanuit Connection Breng, zei men meteen van oké, dan willen we ook de eindhaltevoorziening gaan aanpassen. Nou, dat was een gewone bushalte, maar dat was ook een voorziening voor de buschauffeurs, zodat ze naar de wc kunnen of zodat ze even wat kunnen drinken, want ze kunnen koffie, thee of soep krijgen. En toen zijn ze gaan kijken en toen kwam er een gebouwtje uit, wat wel leuk was, maar niet heel bijzonder. En toen is er eigenlijk afgesproken om dat gebouwtje in te pakken en in te pakken als een soort transportkist voor een neushoorn. Nou, en dat is dus nu gebeurd en vandaag hebben we dat onthuld. En wij zijn er heel erg blij mee dat we dus vaker de bus krijgen, maar dat we ook een hele mooie eindhaltevoorziening hebben. Het Arnhemse dierenpark Koninklijke Burger Zoo ontvangt jaarlijks zo'n 1,5 miljoen bezoekers en is daarmee de grootste dagattractie van Gelderland en een van de drukste bezochte attractiepunten van Nederland. Om het openbare vervoer zoveel mogelijk te stimuleren werken de stadsregio Arnhem-Nijmegen, de gemeente Arnhem, Breng Connection en de Koninklijke Burger Zoo jarenlang samen. Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum heeft het Arnhemse dierenpark dit voorjaar het voorplein geheel vernieuwd, waarbij de logistiek en het gebruiksgemak voor verschillende verkeersstromen zijn verbeterd. Burg Zoo bestaat dit jaar 100 jaar. En voor dat 100-jarig bestaan hebben we ons voorplein aangepast en een deel van de parkeerplaats. Nou, daar kwam dus het busbaan en dergelijke bij. En op het voorplein hebben we op 10 april, toen we echt het 100-jarig bestaan hebben gevierd, hebben we ook een groot kunstwerk onthuld. En dat was eigenlijk om aan te geven dat we 100 jaar bestaan. En dit is nu natuurlijk ook heel belangrijk voor ons, zodat we goede voorziening hebben met openbaar vervoer. En er is een intensieve samenwerking geweest. Hopen jullie dat er nog meer nieuwe projecten kunnen komen? We werken natuurlijk altijd heel intensief samen met de stadsregio, met de gemeente, met Breng. En we hopen natuurlijk dat we de belevenis die nu eigenlijk al buiten het park begint, dat we dat door kunnen zetten en eventueel op meer plekken in Arnhem of in de regio al de belevenis van het Openluchtmuseum van ons park al eerder kunnen laten beginnen. Dus de volgende keer dat u naar de Koninklijke Burger Zoo gaat u natuurlijk met de bus.